Dus ik lees verder, hier rust in het slangenhuis. Een goede vader en een harde werker. Kom eens in mijn zwaring, wie ziet dat er nog twee? Wij lagen in. Nou, mijn zwager is ook al heel goed wakker. Mijn zwager is ook al dikker om 4:30 wakker. Denk je lekker een lange dag, hè, om uit te rusten. Oh, mijn schoonzus zei ook altijd, dat ze zei, oh, Piers is als wij seks hebben, hè. Weet jij hoe dat ik het daar altijd doe? Ik zeg, ik zou het niet weten. Ze zei, verkeersbrigadiertje. Ik zeg, verkeersbrigadiertje? Ja, ze zei, het is altijd gelijk klaar, over. Iedere keer heb je 62 minuten volgehouden. 62 minuten heb je de keer volgehouden. Daar was hij trots op, hoor. Mogen wel bij je eigen, dat was gelijk de duur vooruit zetten. Ja. Ja, dat is wel dat huis zouden bij een stuur staan. Oh, dat is toch een huis zouden daar, hé. Denk het nog niet over de opa's gaat, hé. Opa ook, hé. Opa is voor de tweede keer getrouwd. Ja, want oma is al vroeg gestorven. Morgen om 4:30. En nou is hij getrouwd met tante Tini. Tante Tini, en daar is zo'n lief vrouwke, nee. Nou, dat is zo'n heel klein vrouwke, nee. Met zo'n heel groot melkfabriek van voren, nee. Die heeft twee van die hele grote... Twee dingen in zo'n hangmat hangen, nee. Oh nee, maar ja, tante Tini die kwetst ook, hè. En die zijn het dikke kwijt, want als wij ons straat gaan ook, hè. Dan zeggen we altijd tegen ons tante Tini dat ons altijd top is. Ja, dat is makkelijk, dan raken ze niet zo makkelijk kwijt, hè. Nee, want als we naar lopen over staan en we zijn die kwijt, dan kijken we altijd in zaad, hè. Dan zien we daar zo'n voet staan. En daar is een kuiltje voor. En daar is een dopje, hè. En daar staat de Tini, hè. Ja, zo had ik me vorige week niet meer geschrokken, hoor, met tante Tini's. Oh. Vorige week, nou ze belden toch? Ze hadden allemaal last van steken onder de borst, onder de linkerborst. Oh, dan ben ik geschrokken, maar ja, daar zit veel onder. Oh, nou, de dokter erbij geroept mijn dochter gelijk aan een hartaanval, hé. Want viel mee, het was een meniscus. Nou, dan reed ze me voor het ziekenhuis brengen, op de meniscus. Ik ging met opa s'avonds naar het ziekenhuis kijken en altijd, hé. Ik zeg tegen opa's, kom, we gaan even op bezoek doen. Maar ja, die bleek dat daarna, ging hij weer naar huis en dan zat hij ook altijd alleen, hé. Ik denk, weet je wat? Ik neem hem eens mee een avondje naar het theater. We zijn als chassé geweest in Breda. Oh, en opa wel genoten, hoor. Ik had twee stoelen in mijn hoog en daar is chassé gehuurd, hé. Ah, fijn, we konden weer de trap. Ik zeg, weet je wat, we gaan met de lift. Hij zit er echt nog nooit in gezeten, Pier. Ik zeg, nou, kom op. En we staan zo op die lift te wachten, nee. En er staat ook zo'n oude vrouw, die is nog later ook, net, nee. En die lift die komt naar beneden. En die deur gaat open, en weet dat opa erin wil staan. En dan rijdt dat vrouwtje met die rollator toch over opa's voeten heen en zo die lift in. Oh, opa geschrokken, echt waar hoor. En ik zeg, ach, laat maar gaan, opa, die lift komt zo terug, jongen. Ja, zit die maar, ik vind dat, ik zeg, niet, wij je niet druk maken. Enfin, die lift komt weer terug, hé. En die deur komt open. En dan staat er toch zo'n mooi blond vrouwtje uit, jongen. Oh, en opa kijken, hé. En dan kijk ze nog eens. En ze beer weet wat we moeten doen. Ik zeg, nee, die iemand er staat, dat die niet zo eens in de oude. Ja, opa, kom vertellen, hoor. Opa, kom vertellen. Nou, vorige week is pas nog naar de apotheker geweest. Voor Viagra-pillen. Hij zei, doe mij maar 6 Viagra-pillen, zit die. Hij zei, kunnen ze gelijk in 4 breken? Ja, zit een apotheker, dat ken ik wel. Hij zei, maar dan krijg ik geen volledige erectie meer in opa. Hij zei, jongen, ik ben 85, dat hoeft niet. Hij zei, als je maar ver genoeg buiten met een gulp uitstikt, zegt hij. Hij zei, dan pies ik me iedere keer op de koffers vol, hè. Nee, maar dat is een goede band, opa. Opa is een goede manneke. En hij is nog fit, hoor. Want hij fietst nog volop en hij reist nog. Het voorjaar is hij nog naar Amsterdam geweest. Naar Amsterdam in de trein.
heb je nog zo'n fiets gehuurd. En toen heb je aan Bol fietsen geweest over de Dam en Madame Tussaud en Anne Frankhuis. En dan kwam per ongeluk op de Wallen. En dan fietsen die ook zo en al die mesjes zwaaien, opa terug zwaaien. Nee, want op een gegeven moment deed ik nog zo'n mesje de raam open. Ze zeiden, hé opa, even trekken. Nou, dan zit je wel opgelaagd zat zo. Schuster, die zit er wel een beetje mee, mijn opa, hoor, want hij wordt ook een beetje vergeetachtig en zo. En dan zegt Schuster, we moeten hem wel in de gaten houden, hoor, want straks gebeurt er wat, hé. Ik zeg, ja, maar Schuster, de wereld verandert ook allemaal zo, dat zullen jullie ook wel weten. Hé, hey, ik was voor nou een voorbeeld te noemen, hé. Vorige week ook, daar liep ik nog bij ons door de blokken en ik was met mijn hondje aan het uitlaten. Zat er bij iemand in de voortuin, zat er een mooie uitgezaagde mooie weg. Jullie hebben dat ook vast wel eens gezien, hè? Hangen ze daar bij je ongeveer, hangen ze een bordje in zijn bed, weet je wat erop staat? Merel? Ja, dat is toch verwarrend of niet? Ik was van de zomer nog in Parijs, of in Mario, waar dat in Schuusta. Want de Schuusta is een beetje goed weer, is wel zelf naar Parijs, hè? Ja, dan hebben we daar nog even in het park en dan doen ze daar een boekje lezen. Enfin, en ik kijk allemaal naar die jonge lui, hé. Die zijn dan zo aan het joggen en dan weet ik allemaal wat ze doen. En dan dus, zit op de gemak een boekje te lezen en meestal op zo'n kerel voor me. En die beginnen allemaal met die rekoefeningen en dan heb je op een gegeven moment plat op zijn buik leggen, hé. En ze leggen allemaal opdrukken. En mee kijkt een Schuster zo net van dat boek en die ziet hem daar bezig, hé. Dus hé, een Schuster nog. Zou ik je niet in de gaten hebben als ze er weer al eruit is? Maar dat is toch verwarrend? Ik was bij opa's nog een kuieren van de zomer zo. En ik liep nog even over het kerkhof naar oma's toe, naar het graf. Ik liep zo mee opa's. En ik was al bij het graf en ik stond zo wat vuil tussen de bloemetjes uit. En opa liep wat verder heen, want er lag nog een open gegraven graf, zo'n vers graf. Dus opa gaf zo bij de gast zo'n kijken. Komt er nog zo'n jong stelletje er voorbij. En die zei nog, hoi opa, lekker heen even eruit. Ja, dat is toch verwarrend, hè? Nee, maar nou is Tante Tini is ook verjaard. Tante Tini weer 80. Dus heel de familie bij ons kuur staat, die zeggen we moeten niet speciaal zijn. Want 80 is best wel speciaal, hè? Dus die zeggen nog, Tante Tini zeggen ons kuur staat, wat wil jij hebben voor een verjaardag? Och, zei meid, ik ben zo gelukkig met jullie opa, we hebben het zo goed. Ja, ze is excuus dan, maar dat is toch wel iets wat je wilt hebben, of iets wat je verlangt. Nee, ja, één ding, zei ze. Als ik later dood ga, zei ze, wil ik erg gecremeerd worden. Ja, ze is excuus dan, maar dat is toch helemaal geen wens. Zei, dat doen we toch gewoon zo. Ja, zei ze, maar iets speciaals. Nee, zei ze. Maar weet je nou iets niet wat je zou willen? Ja, zei ze, als ik dan toch gecremeerd ben, zei ze. Dan wil ik erg dat je de as van mij met Aldi over de parkeerplein strooit. Excuus, ze zei, de as met Aldi over de parkeerplein, hoezo dat? Ze zei, nou dan weet ik toch zeker dat jullie hier een keer of twee keer per week langskomen.